meer dan 3,5% in 3 jaar. Volgens de bonden gaat het om de grootste actie ooit bij universitair medische centra. Het personeel voelt zich niet serieus genomen. Nou ja, het is, de werkdruk is hoog, ook in de researchafdelingen van het ziekenhuis. We moeten steeds meer doen in steeds kortere tijd. Dus daar mag wel wat tegenover staan. En daarom draaien ze vandaag een zondagsdienst en moeten afspraken worden afgezegd. Ook de operatiekamers staan leeg. Er wordt alleen spoedzorg geleverd. Je wil gewoon alles voor je patiënten, maar ja, als jij niet de goede dingen daarvoor krijgt, ja, dan is het op een gegeven moment is het klaar. De emmer zit vol. 1% over 3 jaar is gewoon veel te weinig. En zelfs die 3,5% die ze bieden voor specifieke groepen, verpleegkundigen en verzorgenden vooral, is in verhouding tot wat we elders afspreken, dus bijvoorbeeld ambulancezorg, gehandicaptenzorg, gewoon niet voldoende. En ze gaan door. Want de volgende actie staat al gepland voor 26 oktober. Het LIMC heeft begrip voor de acties, maar zegt weinig voor de medewerkers te kunnen doen. Wij zijn geen bedrijf waar de prijzen ineens even 10% omhoog kunnen. Dus we zullen afhankelijk van wat de overheid ook beschikbaar stelt, kunnen kijken wat er mogelijk is voor het personeel. Maar ons personeel is hartstikke belangrijk. We willen mensen ook houden in de zorg. En daar staat ook een goede vergoeding tegenover.